Want anders had ik dit echt niet mee kunnen nemen. Nou, het is gelukt hoor. Oh nee. Waarom nu? Ik heb een pizza. Ik heb een soort van oud dagboek gevonden. Goedemorgen, leuk dat je kijkt naar deze nieuwe weekvlog. Het is volgens mij helemaal geen morgen meer. Of bijna niet meer. Maar het is vandaag zaterdag. En ik heb vandaag een nieuw jurkje aan die ik gisteren heb gekocht. En hij is eigenlijk gewoon heel, ja, heel simpel. Een beetje roze-achtig. Maar ik heb dus zo'n chainbelt of zo heet dat volgens mij. Heb ik dus gekocht laatst. En dat maakt dit jurkje gewoon echt veel leuker. Dus ik ben er helemaal blij mee. Ja, ik ga nu even met mijn moeder naar een braderie toe. Ik ben benieuwd hoe het is. En dan vanavond gaan we mijn opa's verjaardag vieren. Dus dan gaan we daar nog naartoe. Goedemorgen, het is vandaag maandag. En ik heb gisteren volgens mij niks gevlogd. Nee. Oh, echt vergeten. Maar ik ben gisteren naar de IKEA geweest. En ik heb deze dingen gekocht. Ik weet niet hoe dit heet eigenlijk. Ik wil dat dus in een kastje gaan zetten. In dit kastje. Want dit is echt één grote zooi. En er staan wel van die bakjes in. Maar die zijn klein en die... Ja, ik vind het gewoon allemaal niet handig. En ik dacht, misschien is het handig om gewoon... deze dingen erin te zetten. En dan stop ik alle spullen gewoon daarin. Want er past denk ik best wel veel in. Dus ik heb deze twee en ik heb nog een pak waar er twee in zitten. Maar volgens mij passen er maar drie naast elkaar. Dus die ene kan ik dan nog ergens anders zetten als ik daar ergens plek voor heb. En ik heb gisteren ook mijn make-up kastje weer een beetje netjes gemaakt. En ik heb dus deze box, had ik laatst nieuw gekocht bij de Action. Deze onderste. Die bovenste had ik al, want ik had er twee van deze. En dan op elkaar. Maar dan kwam het ongeveer tot hier of zo. Ook film echt scheef. Maar dan kwam het ongeveer tot hier. En dan had ik hier nog allemaal ruimte over. En er stonden er allemaal dingen bovenop en zo. En dat was niet handig. En toen zag ik deze grootte bij de Action. En deze laadjes die zijn ook ja dieper. Dus je kan er meer in kwijt. En je kan meer dingen op elkaar doen. Dat leek me wel handig. En dit dingetje is gewoon voor mijn dagelijkse make-up dingen. Dat ik die er makkelijk uit kan schuiven. Dus ik vind het er zo wel mooi uitzien. Dus ik ga nu dat andere kastje eventjes een beetje opruimen. En dan ga ik daarna eventjes naar het tuincentrum. Want ik heb sowieso een pot nodig voor deze cactus. Want die cactus heb ik al, denk ik al 2 weken geleden gekocht. Maar ik heb er nog steeds geen pot voor. En let trouwens ook niet op de zooi, want ik moet ook opruimen. Maar deze plant is mega groot. En ik wil hem eigenlijk in een grotere pot gaan doen. Ik denk dat dat ook wel nodig is. En ik moet van die stokken hebben dat ik het zeg maar eraan vast kan maken. Want die stokjes die er nu aan zitten, die zijn niet eens voor planten. En ja, dit ding valt gewoon helemaal om. En het is niet handig. Dus ik moet hem gewoon even in een grotere pot doen. Ja, goed vastzetten. Dat hij niet de hele tijd omvalt. En dat hij gewoon recht omhoog gaat groeien of zo. Dus dat is mijn plan voor vandaag. Oké, ik ben al een tijdje bezig geweest. En het ziet er een stuk beter uit zo. Alleen heb ik dus dit nog wel... ja, hier gewoon staan. Maar het is al een stuk beter hoe het er eerst uitzag. En ik heb dus drie van die dingen naast elkaar. In eentje zitten maskertjes. En nou ja, in die andere zitten nog allemaal andere dingen. Maar het ziet er in ieder geval niet zo rommelig meer uit. En dit kwam ik later nog tegen. En toen dacht ik, ja, dat past er niet meer in. En ja, dit vind ik gewoon wel handig om hier te hebben staan. En hier zitten sieraden in. En misschien wil ik die ergens anders neer gaan zetten, maar dat weet ik nog niet. Dan ga ik nu eventjes richting het tuincentrum om die potten te halen en zo. En dan ga ik daarna weer verder met opruimen, denk ik. Oké, ik ben blij dat mijn fiets een krat heeft, want anders had ik dit echt niet mee kunnen nemen. Maar het is gelukt, dus ik ga nu alles uitladen. Nou, even een mini shoplog. Ik heb dus deze plant gekocht. En die is niet voor mij, maar dat is een cadeautje voor een vriendin van mijn moeder. En voor mezelf heb ik dus deze grote pot gekocht voor mijn monstera plant. Dit ding, zodat ik hem daaraan vast kan zetten. Dingetjes waarmee ik hem dus aan dat ding vast kan zetten. Oh, dat zit nog in papier, maar dat is een klein potje. En dat is dezelfde als die, maar dan klein. En die is dus voor mijn cactus. En dan heb ik nog potgrond voor kamerplanten. Omdat ik dus die grote pot wel even moet opvullen. Want
Anders dan blijft dat ding er natuurlijk niet in staan. Nou, het is gelukt hoor. Mijn plant zit in een nieuwe pot. En het is best wel een grote pot, maar de plant werd ook zo groot. Ik dacht, ik kan hem net zo goed in een lekkere grote pot zetten. Dan kan hij lekker weer groeien. En ik heb nu dus deze stok erin. En alles zit eraan vast. Dus ik hoop dat hij nu een keertje recht gaat groeien. Zou wel heel fijn zijn. Dus ik ga deze zo weer terugzetten in mijn kamer. En dan ga ik gewoon hopen op het beste dat hij nu gewoon weer een beetje recht groeit. En dat alles een beetje in bedwang blijft. Want anders dan, ja, die hele plant ging helemaal over mijn bureau heen. En het is gewoon niet praktisch. Dus dit is echt een stuk beter. Zo, ik was inmiddels eventjes bezig met weer een weekvlog editen. Zodat hij weer online kan komen. En wat ik trouwens nog niet verteld heb, is dat ik gisteren een vakantie heb geboekt. Ik ga samen met Lisanne, een vriendinnetje van mij, een paar dagen naar Noordwijk aan Zee in augustus. En later in augustus ga ik met mijn moeder trouwens ook nog midweek naar Texel toe. Dat had ik ook afgelopen week, hadden we dat geboekt. En dat had ik ook nog helemaal niet verteld volgens mij. Weet ik eigenlijk niet meer. Maar in ieder geval vertel ik het nu. Dus ja, ik had eigenlijk helemaal geen vakantie gepland. Dus het is onverwachts eigenlijk dat ik toch nog twee keer op vakantie ga. Wat wel super leuk is. En waar ik ook echt wel heel veel zin in heb. Het is vandaag dinsdag. Ja, ik ben helemaal in de warmheid dagen. Dat komt omdat ik nu vakantie heb. En het is pas de tweede vakantiedag. Maar toch ben ik nu al in de warmheid dagen. Maar ik was net bij de Action. En daar heb ik iets heel leuks gekocht. Draadloze oortjes. Ja, ik wilde dit gewoon eigenlijk hebben voor thuis. Zodat ik, als ik aan het editen ben, gewoon dit kan gebruiken. Dus ik ben heel benieuwd of ze goed werken. Dus dat ga ik zo meteen even uittesten. Maar ik denk dat ik ze eerst moet opladen. Hallo. Hallo. Waar zijn we? Waar zijn we? Waar zijn we? In de dansschool. Zonder dansles. Spannend. Ja. Heb je al uitgelegd waarom? Nee. Oh. Gewoon voor lol. Gewoon voor lol. Ja. We mogen een aantal lessen in de zomer hier, nou ja, zelf doen. Zelf verzinnen. Ja. Superleuk. Dus dat gaan we doen. Ja. Dus we gaan even... We gaan even dansen. Ja. We gaan even dansen. Ik heb nu al een rood hoofd. Ja, ik ook. Maar het is gewoon echt veel te warm hier. Ja. Kan je ook zien hoe warm het hier is nu? Nee, de airco staat op 18 graden. Oh, ja. Maar dat is nog niet. Het is vandaag woensdag. En ik ga zo eventjes naar de stad toe in Utrecht. Ja, daar heb ik gewoon zin in. En dan ga ik een Puzzle Shop vlog opnemen. En dat heb ik echt al heel lang niet meer gedaan. Maar dat komt ook omdat ik best wel lang geen video's meer had geüpload. Maar ik heb gewoon zin om dat weer een keertje te doen. Oh jongens, ik werd net wakker. Het is donderdag. En ik zie een vet groot spin. Hij is echt heel groot. En ik vraag me af hoe ik die ooit ga wegkrijgen. Want kijk nou. Even inzoomen hoor. Kijk dan. Dit is toch niet normaal. Oh my god. Oké, dit is heel eng. Ik ga eventjes een video opnemen. En het is lang geleden dat ik helemaal zo een setting heb klaargezet. En een statief neer heb gezet en tegen de camera heb gepraat. Dat is echt, echt lang geleden. Maar dat maakt het wel weer extra leuk om dat weer te doen. Dus dat ga ik nu eventjes doen. Oké, ik krijg net een mailtje dat de herkansingscijfers zijn ingevuld. Dus ik ga kijken, maar ik ben echt bang. Ik vind het heel eng. Ik hoop heel erg dat ik hem gehaald heb. Maar ja, het ging ook niet echt heel goed of zo. Oh, waarom doet mijn laptop er nou zo... Nee, serieus, mijn laptop gaat updaten. Oh, nee. Waarom nu? Ja! Yeah! Oh my god, ik heb het gehaald. Yes! Oh, ik ben zo blij. Yes. Heb ik tenminste niet al die moeite voor niks gedaan. Dit is zo chill. Oh, ik ben zo blij. Ik heb een pizza. Tadaa. Een 4 kazen pizza. Met ui. Super lekker. Het is vandaag vrijdag en ik ben net met mijn vader bij een huis bezig kijken. En niet voor mij, maar voor hem. En het was echt super mooi. Dus hij hoort het binnenkort volgende week ergens. Of hij het mag hebben of niet. Maar ik vond het echt een mega mooi huis. Dus ik hoop voor hem dat hij het krijgt. Nu ben ik weer thuis. En ga ik deze zooi even opruimen. Ik was dus gisteren bezig gegaan met mijn hele bureau. Kastjes en alles uitruimen.
Want ik wilde gewoon alles wegdoen wat ik niet gebruik. Ik wilde alles ook een beetje opnieuw gaan indelen. Maar ik dacht, dan is het handigst als ik alles er gewoon uithaal. En het daarna weer erin stop. Mijn haar zit trouwens echt niet. Maar dat regent heel hard. Dus daar komt het door. Maar alles is er nu dus uit. Dus ik moet het nu eventjes weer gaan indelen. Want ik heb het wel al helemaal uitgezocht en zo. Dus dat ga ik nu even doen. Ik heb een soort van oud dagboek gevonden. Uit 2004. Toen was ik... Toen was ik 8. Nee, 7 nog. Toen was ik nog 7. Oh my god. En hoe ik ook echt heb geschreven. Ik werd met een T, niet met een D. Ik werd wakker en toen gingen we naar de baby luisteren, denk ik. Maar er staat babai. Ik heb met papa buiten gespeeld met de Pokémonbal. Ik heb ook een nieuwe bal gekregen. Een Nemobal. Ik ben ook nog met papa naar de plus gefietst. Het ging heel goed. Papa hoefde me bijna niet vast te houden. Top. Ik heb met papa en Bianca de tuin mooi gemaakt. Daarna ben ik in het dubbelbad geweest. Voordat ik ging slapen heb ik nog met papa geschaakt. En toen was het 11 uur in de avond. Wow. Wow. Vet grappig. Ik ben gisteren weer vergeten de vlog af te sluiten. Dus bij deze... Doe ik dan nog eventjes. Als je het een leuke video vond, doe vooral een duimpje omhoog. En vergeet vooral niet te abonneren als je dat nog niet was. En hopelijk zie ik je dan weer in mijn volgende video. Doei!